don't know. Ik voel me soort niet helemaal 100% thuis hier. En toen hij weg was dacht ik, stond hij nou echt cocaïne te snuiven voor mijn neus? Oh, oké. Maar goed, nu ik een beetje aan het daten ben en het toch wel heel gezellig is met mensen, denk ik ja, het zou ook wel weer heel erg leuk zijn om een relatie te hebben. Oh, ik ben veel te transparant in deze video. Hallo, ik hoop dat het allemaal heel erg goed met jullie gaat. Ik zit vandaag hier op mijn bankje in mijn huisje. En ik dacht, laten we gewoon even een catch-up, Q&A, girl talk, juicy questions, sit-down doen. Oké, dat is eigenlijk een hele uitgebreide omschrijving. Maar ja, jullie weten hoe het zit. Ik heb dit vaker gedaan. Jullie hebben op mijn Instagram een polletje in kunnen vullen met verschillende vragen. En daaruit ga ik wat dingetjes beantwoorden. Ik vind het altijd super leuk om op die manier een beetje contact met jullie te hebben. Aangezien het toch soort iets directer is, weet je wel. Het is gewoon echt wat willen jullie weten en ik beantwoord het. Als je nou toevallig mijn video's leuk vindt en je wilt me supporten, dan zou ik het echt heel erg waarderen als je een like achter zou kunnen laten bijvoorbeeld. Of zou kunnen abonneren als je dat niet hebt gedaan. Of iets van een leuke comment of zo. Want het helpt gewoon zo ontzettend in het algoritme. Zeg maar, mijn video wordt zoveel meer gepusht als er meer interacties met mijn video. Dus zou je deze kleine moeite voor mij willen doen, dan zou ik dat echt heel erg waarderen. Dus dankjewel. Ik had het er vanmorgen pas opgezet, maar jullie hebben echt al heel veel dingetjes gevraagd. Dus dat vind ik echt super leuk. Veel vragen gingen ook wel over uit huis zijn, hoe ik het vind en zo. Dus daar zal deze Q&A ook voornamelijk een beetje over gaan. Voor de mensen die het niet weten, ik ben ongeveer 1,5 maand geleden naar Leiden verhuisd. In mijn eentje, vanaf mijn ouders huis gewoon. Dus ik woon hier nu 1,5 maand. Het bevalt super goed. Dus laten we daar ook lekker over gaan kletsen. En de eerste vraag is, kook je elke avond netjes gezond en hoe lang staat de afwasser? Dit vond ik echt een hilarische vraag. Ik kook vrijwel elke avond. Of in ieder geval, ik kook meestal voor 2 dagen. Dus ik kook dan bijvoorbeeld op maandag. En aan maandag, dinsdag eet ik ervan. Dan kook ik op woensdag weer. Woensdag, donderdag eet ik ervan. Dus niet elke dag, maar wel elke dag gezond. Als in gewoon zelf gekookt. Tuurlijk, er zijn ook nog dagen dat ik gewoon lekker even een diepvriespizzaatje pak. Of dat ik met vriendinnen iets lekkers eet of zo. Maar ik eet niet per se ongezonder sinds ik uit huis ben. En hoe lang de afwas weer staat? Nou jongens, jullie zullen het niet geloven, maar ik ben daar echt heel goed in. Elke avond rond een uur of 8:45, 9 uur of zo, ga ik lekker de afwas doen. Ik vind het zo'n lekker rustmomentje of zo. Dat je gewoon lekker chill in je eigen huisje. Alles is weer schoon en daarna kan je gewoon chillen, slapen, alles. Dus eigenlijk op dat gebied doe ik het heel goed. Deze vraag heb ik zoveel gekregen. En dat is, voel je je niet eenzaam als je op jezelf woont? Hier was ik van tevoren ook nog wel ja, een beetje zenuwachtig voor zo. Ik heb natuurlijk altijd gewoon met mijn familie gewoond, met mijn ouders, met mijn broer en zussen. En nu woon je toch ja, echt in je eentje in een nieuwe stad. Ik woon ook niet met huisgenoten of zo, dus dat is natuurlijk ook heel anders. Maar eigenlijk de afgelopen 1,5 maand heb ik me amper eenzaam gevoeld. Moet ik ook wel zeggen dat ik hier echt een heel erg uitgebreid sociaal leven heb. Ik spreek bijna elke dag met mensen af, dus dat helpt natuurlijk ontzettend. En daarnaast ben ik ook gewoon een persoon die goed in mijn eentje kan zijn, denk ik. Ik kan gewoon heel goed een hele dag niemand spreken, lekker werken, mijn eigen ding doen. En het ja, heel erg naar mijn zin hebben. Ik heb wel wat momenten gehad dat ik me toch wel een beetje lonely voelde of zo. Vooral als ik dan ja, echt 24 uur niemand spreek. Dat is soort toch wel raar. Maar goed, ja, dan is het 1 appje naar een vriend of vriendin. En dan kunnen we of een drankje doen, of samen eten, of samen sporten, of zoiets. Dus dan is het eigenlijk ook weer heel snel opgelost. Wat kan je doen tegen schoolstress? Ik heb op het moment niet heel veel stress voor school. Maar dat komt omdat ik een beetje halverwege mijn vakken zit. Dus de eerste helft van een vak doe ik meestal nooit zo heel veel. En de tweede helft van een vak doe ik meestal een stuk meer. Dus de schoolstress zit er alweer een beetje aan te komen. Wat voor mij gewoon altijd heel erg helpt is het maken van een planning. Schrijf het gewoon op. Doe het gewoon. Maak gewoon een planning. Wat wil je afkrijgen vandaag? Wat wil je gaan doen vandaag? En begin gewoon gelijk. Zorg dat je die planning helemaal afwerkt voordat je iets anders doet in je dag. Ik heb het idee dat je zo het beste uitstelgedrag voorkomt. En je dus ook ja, de meeste motivatie behoudt. En ja, als je gedaan hebt wat je gedaan moet hebben, dan heb je ook geen stress meer. Dan is dat nergens voor nodig, zeg maar. En daarnaast, ik denk dat stress ook vooral gewoon wordt veroorzaakt door faalervaringen. Dus gewoon bijvoorbeeld dat je slechte cijfers een paar keer hebt gehaald. Of een paar keer een stressvolle situatie in college of in de klas of wat je dan ook doet. Dus probeer juist te focussen op positieve ervaringen eigenlijk. Als je een keer in de klas zit en het is juist wel heel gezellig, besef dat dan even extra of zo. Journal daarover, dat werkt natuurlijk ook altijd heel erg om het echt goed te realiseren van die negatieve ervaringen. Dat is maar 1 of 2%. De rest is allemaal positief. En als je dat een beetje inziet, dan denk ik dat die stress ook wel zal afnemen. Het vreemdste wat je ooit al hebt gezien tijdens het uitgaan. Ik ga best wel veel uit. Bijna elk weekend wel. En daarnaast werk ik sinds ik hier woon ook in een club hier in Leiden. Achter de bar. Dus daar zie ik ook wel wat dingetjes. Toevallig gisteren, ik weet niet of ik dit op YouTube kan zetten, maar gisteren stond ik achter de bar en een guy bestelde 3 biertjes. En terwijl ik die aan het tappen was voor hem, stond hij cocaïne te snuiven voor mijn neus. Dat ik echt dacht, oké, dat is wel intens. Ik had het soort niet helemaal door, want ik zag het soort wel, maar ik legde de link soort niet, omdat ja, je verwacht dat toch niet. En toen hij weg was, dacht ik, stond hij nou echt cocaïne te snuiven voor mijn neus? Oh. Oké. Over dit soort verhalen kan ik echt uren praten. Ik zou hier echt een podcast van kunnen maken. Misschien doe ik dat ooit wel. Nee, dat doe ik denk ik niet. Omdat het soort verhalen zijn van het uitgaansleven, heb ik het idee dat ik dat soort niet echt op YouTube kan delen. Terwijl, dat is ook een kant van mij, weet je wel. Alles wat jullie op YouTube zien, dat is echt. Dat is niet fake of in scène gezet of zo. Maar het is wel gewoon een andere kant van mij dan de kant van het uitgaan en zo. Maar ja, ik denk dat iedereen dat wel heeft. Op school ben je een ander persoon dan in de club. Ik kreeg ook een vraag, tips voor menstruatie. En dat vind ik echt een hele goeie. En die past ook echt heel goed in deze video. Want deze video is deels gesponsord door All Matters. Voor deze samenwerking heb ik zelf contact gelegd met All Matters. Omdat ik zo enthousiast ben over hun producten. En ik wil echt dat elke persoon die menstrueert deze producten heeft of ziet of kent. En dat zijn namelijk deze 2 producten. Namelijk de menstruatiecup van All Matters. Hiervoor heette dit de Organic Cup. Misschien dat je bekend voorkomt. Maar nu heet het dus gewoon de menstruatiecup. En ik heb ook period underwear mogen ontvangen. Dat is een onderbroek voor tijdens je menstruatie. Persoonlijk gebruik ik al jaren de cup van All Matters. Ik heb zelf, ik denk 1,5 jaar geleden of zo, de Organic Cup gekocht van All Matters. En nou, sinds ik dat ding voor de eerste keer had gebruikt tijdens mijn menstruatie, dacht ik, ik ga nooit meer van mijn leven iets anders gebruiken. En dat is echt niet gelogen. Het is niet dat ik zo enthousiast ben omdat het een samenwerking is. Ik gebruik dit echt al jaren. Ze hebben me voor deze samenwerking even een nieuw opgestuurd. Het komt altijd in zo'n nice zakje en dat is chill, want mijn eigen cup zit nog steeds in dat zakje. En dit is dan hoe zo'n cup eruit ziet. Zoals je ziet, hij is ongeveer even groot als de palm van mijn hand. En als je ongesteld bent, dan vouw je hem dus zo dubbel. Er zijn verschillende manieren van vouwen. En dan breng je hem zo in en dan plopt hij zo open. En dan vangt hij dus gewoon al het bloed op. Het werkt dus in principe een beetje hetzelfde als een tampon. Alleen dan blijft hij gewoon in staan. En dan na 12 uur kan je hem eruit halen, legen, even schoonspoelen. En weer opnieuw inbrengen. En dan kan je er de hele week mee doen. Super duurzaam dus. Over de lange termijn zoveel meer goedkoper. Ontzettend goed voor het milieu. Waar ik ook gewoon echt heel erg achter sta. En waar All Matters ook gewoon echt heel erg achter staat. En daarnaast heb ik dus ook period underwear mogen ontvangen. Dit had ik zelf nog niet eerder gebruikt. Ik zou dit vooral aanraden als je niet je op je gemak voelt bij het inbrengen van zo'n cup. Of bij het inhebben van zo'n cup. Want het is natuurlijk toch wel een beetje anders. En dit is in principe gewoon hetzelfde als maandverband een beetje. En dat is namelijk gewoon deze onderbroek. Deze stijl heet bikini en het is voor light and moderate flow. Ik heb hem in de maat M en wat je dan dus hebt is deze binnenkant absorbeert jouw bloed in principe. En dan denk je misschien, dat moet je heel vaak vervangen. Maar dat is dus niet per se zo, omdat zo'n onderbroek is er echt voor gemaakt om een hele dag bloed op te vangen. Ongeveer 10 milliliter. Dus ja, ik ben echt een hele grote fan. Ik gebruik dus zelf de cup. Die deze, maar mijn eigen. Maar mocht je daar niet op je gemak bij voelen, maar wil je toch wel een duurzamere manier van menstruatieproducten gebruiken, dan is zo'n period underwear ook dus zeker een goede optie. Je kunt hier beneden op de link klikken. Dan kan je op de website even kijken, wat meer erover lezen. Maar je kunt ook naar de winkel gaan. De cup verkopen ze namelijk in de Kruidvat, in de Etos en in de Holland & Barrett. En de onderbroeken verkopen ze in de Holland & Barrett. Dus tips voor menstruatie. Dit heeft mijn menstruatie zoveel beter gemaakt. Maar ja, ik raad het gewoon iedereen aan om het te proberen. Het is een kleine investering waar je zoveel voor terecht krijgt. Volgende onderwerp. Ik heb ook heel veel vragen gekregen over of ik weer aan daten ben. Hoe mijn Valentijnsdate was. Ik heb dus in de vorige video gezegd dat ik een Valentijnsdate had. Had ik niet moeten doen, want jullie hebben massaal ernaar gevraagd. Nee hoor, ik vind het hartstikke leuk dat jullie naar vragen. Maar inderdaad, ik ben hier in Leiden een beetje aan het daten. Tot nu toe is er nog niet echt iets vast uitgekomen. Maar ik vind het wel gewoon heel leuk om mensen te leren kennen. En ook als het uiteindelijk niet werkt of als je uiteindelijk toch niet bij elkaar past, om wel gewoon daar vriendschappen aan over te houden. Of daar juist weer iets van te leren. Ik weet niet. Ik vind het wel gewoon een hele leerzame ervaring. Oh, ik ben veel te transparant in deze video. Maar ik heb dus de app Happn gedownload. Voor de mensen die niet weten wat het is een app waarin je kan chatten met mensen die je bent tegengekomen binnen 250 meter van waar jij bent, zeg maar. En het is bedoeld voor daten, maar ik merk dat het ook gewoon wel heel erg leuk is om met mensen te praten. Vriendschappelijk, of als je gewoon even een leuk gesprekje wil aan het einde van je dag. Dus daar heb ik nu een paar dates van gehad, wat wel heel erg leuk was, heel erg gezellig. Wat vriendschap aan overgehouden, maar nog niks vast. Ik kreeg bijvoorbeeld ook de vraag, ben je verliefd? Nee, nog niet. Tips om te beginnen met daten. Dat vind ik ook wel een goeie. Ja, ik zou zeggen, om te beginnen met daten, ga naar plekken waar je mensen ontmoet. Dus in het uitgaansleven ontmoet je natuurlijk heel veel mensen. Gaat het lekker makkelijk. Maar ook sport of restaurantjes of cafeetjes of school of iets dergelijks. En mijn grootste tip is gewoon, wees gewoon sociaal met iedereen die je tegenkomt. Er hoeft echt niet altijd een date uit voor te komen, maar om er een date uit voor te laten komen, moet je wel op mensen durven af te stappen en met mensen durven te praten zonder dat je diegene kent. Dus mijn tip is vooral gewoon praat met mensen om je heen. Als je bijvoorbeeld in de sportschool bent, ga niet met headphones op zitten de hele workout. Dan gaat niemand tegen je praten. Wees geïnteresseerd. Geef random complimentjes aan vreemden die je stiekem toch wel een beetje aantrekkelijk vindt. Vraag dingen die je misschien zelf niet weet. In de sportschool kan dat bijvoorbeeld heel makkelijk. Maar ook op school. Zeg gewoon, hé, weet jij waar het koffiezetapparaat staat? Of weet ik veel. Wees sociaal. Wees extravert. En dan kom je vanzelf mensen tegen. Als ik een klein gesprekje met iemand heb en ik denk, oh, ik vind deze persoon eigenlijk toch wel heel erg interessant, dan vraag ik gewoon sowieso naar diegene zijn naam. En dan zeg ik, nou, ik vind wel echt dat je, weet ik veel, een leuke stijl hebt. Een leuke lach hebt. Een leuke uitstraling. Hou het een beetje oppervlakkig. Zou ik je misschien wel volgen op Instagram? En dan kan je altijd een paar dagen later of in iemands DM sliden. Of even iemands leven checken. Want ja, je weet natuurlijk eigenlijk niks over die persoon. Iemands stories bekijken. Op iemands stories reageren. Het is echt veel makkelijker dan je denkt als je gewoon er een gewoonte van maakt om sociaal te zijn. Wat mis je het meest nu je op kamers woont? Ik denk toch wel echt mijn kat. Ik denk dat ik echt mijn kat het meeste mis. Een huisdier is soort zo uniek of zo. Gewoon altijd iemand om mee te knuffelen. Om, ja, ik weet niet. Huisdieren kunnen soort niks fout doen, weet je wel. Dus ja, ik mis Ginger wel echt heel erg. Ik mis mijn ouders en zo natuurlijk ook wel, maar ja. Ginger ook wel. Nog iets meer. Is Leiden ook de stad waar je later wil wonen? Wow, dat is een goede vraag. Ik vind Leiden echt heel erg leuk om nu te wonen. En ik heb het ontzettend naar mijn zin. En ik vind het ook een ontzettend leuke studentenstad. Dus voor de rest van mijn studententijd zou ik hier zeker willen wonen. Misschien ook nog wel een paar jaartjes daarna. Maar daarna, I don't know. Ik voel me soort niet helemaal 100% thuis hier. Het is soort toch, ja, echt Leids volk. En dat is, ja, ik weet niet zo goed hoe ik het kan beschrijven. Want ik vind tot nu toe iedereen die ik ontmoet hartstikke leuk en hartstikke aardig. Maar ik heb soms die dat het niet dezelfde type mensen zijn als ik. En je hoeft natuurlijk niet in de stad te wonen met dezelfde type mensen. Maar, I don't know. Ik zou ook nog wel meer van Nederland willen ontdekken of zo. Hoeveel geef je uit in de maand als uitwonende? Hele goede vraag. Maar ga ik nog niks over verklappen. Want binnenkort komt er een video online over hoeveel ik uitgeef in een maand. Dus, stay tuned. Ook een paar mensen vroegen of ik een relatie wil. Of ik klaar ben voor een relatie. Of dat iets is, ja, wat ik op dit moment zou willen. Ik denk hier zelf ook nog wel een beetje over na. Ik heb heel lang gezegd van, nou, ik hoef op dit moment gewoon geen relatie. Omdat ik echt uit een lange relatie kwam. En ja, ik was gewoon even aan toe om single te zijn. Maar goed, nu ik een beetje aan het daten ben en het toch wel heel gezellig is met mensen, denk ik, ja, het zou ook wel weer heel erg leuk zijn om een relatie te hebben. Maar ik ben gewoon een beetje een persoon. Ik probeer gewoon zo min mogelijk verwachtingen te hebben. Ik zou het prima vinden om nu nog een jaar, anderhalf jaar, 2 jaar in mijn eentje single te zijn. Ik zou het ook prima vinden als ik over een maandje iemand ontmoet waarmee ik de rest van mijn leven ga doorbrengen. Weet je wel, je moet gewoon dat soort dingen niet forceren. Maar ik moet wel zeggen, al zou ik nu iemand tegenkomen waarmee ik zou gaan daten, waarmee ik, ja, het toch wel echt een serieuze kant op zou zien gaan, ik zou wel heel rustig aan doen daarmee. Ik zou echt iemand heel rustig willen leren kennen op een hele, ja, toch wel diepere manier om te kijken of een relatie in zit en daar niet zo snel inspringen of zo. Gewoon omdat ik toch wel ook veel heb geleerd van mijn vorige relatie. En ook, ja, ik weet niet, om mezelf een beetje te behoeden of zo. Oké, ik ben alweer echt veel te lang aan het praten. Maar ik vond het zo gezellig om gezellig samen te kletsen. I don't know. Het voelt echt een beetje alsof ik op FaceTime zit met een vriendin. Dus ik hoop dat jij het ook gezellig vond. Als je nog niet geabonneerd bent, doe dat dan zeker nu nog even in ieder geval. Dat zou ik heel erg waarderen. En All Matters, heel erg bedankt voor het sponsoren van deze video. Check zeker even de link hieronder of ga langs in de Kruidvat, Etos of Holland & Barrett. En dan zie ik jullie heel graag bij de volgende video. Bye!